De Grot, een hoorspel van Henk Bakker. Regie, Dick van Putten. Machtig mooi is het hier, Frank. Moet je die rotswand zien, hoe prachtig begroeid en zo steil. Schitterend, hè? Ja, ze hadden me al verteld dat we beslist hier langs moesten gaan. Overweldigend vind ik het. Klein voel je je hier met die geweldige rotsmassa langs de weg. Ja. Oh, kijk eens, daar. Wat bedoel je? Dat daar, Frank. Die donkere holte daar. Zou dat een grot zijn? Oh, daar. Ja, dat lijkt me wel zoiets. Zullen we even stoppen? Hé, ja. Ik zou het wel even van dichtbij willen bekijken. Ik heb nog nooit een echte grot gezien. Alright, dan gaan we er even op af. Zo, nou staan we er vlakbij. Zullen we even uitstappen? Goed, ja. Oh, kijk eens. Nu we er vlak voor staan, is het nog veel imposanter. Geweldig, hè? Het heeft wel de grootte van een kerkportaal. Dat is een flinke spelonk, zou je zo zeggen. Ja. Een beetje griezelig wel, vind je ook niet? Hier buiten al dat licht, die zon. En daarbinnen verderop dat geheimzinnige donker. Nou, ik geloof niet dat ik er graag in zou gaan. Nou ja, dat is te zeggen, meestal zijn die grotten te bezichtigen. En dan met een goede gids. Nee, ik geloof toch niet dat ik er veel voor zou voelen. Ik geloof dat ik me erg beklemd zou voelen. Zo in het lugubere donker onder de grond. Nou, kom maar weer mee dan. Om je de waarheid te zeggen, ik sta ook liever in het lekkere zonnetje. En bovendien zou ik heel wat over hebben voor een glas frissigheid. Mijn keel is helemaal droog van de warmte. Ja, laten we dan maar gaan. Ik lust ook wel wat. Goed, laten we dan maar iets gaan zoeken. Oh, kijk eens, Frank. Hm? Daar. Dat is een gezellig herbergje. Wat ligt dat daar aardig. Zo'n echt landelijk gevalletje met een grote kastanje en een bank eromheen. Zullen we daar dan maar afstappen? Hé, ja zeg. Nou, is dat geen knus rustiek ding? Jazeker. Als het bier er half zo goed is als het romantische uiterlijk van dit herbergje, dan vind ik het prima. Daar zit vast de oudste inwoner. Zie je dat? Ja. Wat een prachttype, zeg. Moet je die markante gegroefde kop zien met dat zilverwitte haar. Om er zo een portretstudie van te maken, ja. Goedemiddag. Goedemiddag, monsieur, madame. Zullen we hier gaan zitten, Ellie? Of denk je dat het binnen koeler zal zijn? Nee, laten we buiten blijven. Het is hier zo mooi. En onder die boom zitten we toch ook lekker in de schaduw. Ik vind het best. Oh, daar hebben we de waard ook al. Goeiedag. Goeiedag, monsieur, madame. Goeiedag. Ah, wat zegt u van het weertje? Kostelijk. Ja, we hebben het wel getroffen met onze vakantie. Wat wil je drinken, Ellie? Appelsap als het kan. Hebt u dat? Ik kan u helpen aan een heerlijke appelwijn, madame. Zo van het vat en verrukkelijk fris, hoor. Ja, dat lijkt me wel. En voor mij maar een bier, alstublieft. Is dat ook zo van het vat? Ja, zeker, monsieur. Ik kan u een glas donker kloosterbier schenken. Mm-hmm. En tractatie, al zeg ik het zelf. Nou, daar ben ik altijd voor te vinden. Een appelwijn voor madame en een bier voor monsieur. Frank, zou het raar zijn als je die man ook wat offreerde? Huh? Ik vind het zo'n sympathiek oudje. Monsieur, mag ik u misschien iets aanbieden? Ach, dat is wel vriendelijk, monsieur. Graag een biertje. Dus nog een bier voor meneer, ja? En een bier voor Rochard. Goed, monsieur, goed. Vind je het nou niet heerlijk hier in de schaduw? Ja, zeg, je komt hier helemaal bij. Ja, wat een curieus geval, dit herbergje, hè? Dat is vast al meer dan een eeuw oud. Oh, het ligt hier prachtig. In deze omgeving past het als een oud sprookje. Alleen daarvoor zou je hier al de tocht onderbreken. Ja, dat is waar. Als je alleen al die knapers van een kastanje neemt, zeg. Moet je eens kijken, wat een dikke stam. Ja.
En dat groen boven je hoofd, dat kan je met recht een bladerdak noemen. Ik vind het hier geweldig. Zo mooi en zo rustig. Zo, daar ben ik weer. Ja, ik laat mijn mensen nooit versmachten. Voilà. Een glas appelsieren van madame. Dat moet u eens met aandacht proeven, madame. En zegt u me dan straks maar eens of ik te veel heb gezegd. En hier, een pot kloosterbier, monsieur. Ziet er dat die kostelijk uit, monsieur, of niet? Als een verlokkend stil leven, inderdaad. Ah, monsieur zal ondervinden dat het zo goed smaakt als dat het eruit ziet. En hier is jouw biertje, Rochard. Merci. Gezondheid allemaal. Ja, als u me nodig hebt, dan klopt u maar op de ruit. Ik moet even naar de kippen. Nou, we zullen maar niet langer wachten. Maar meteen de wijn- en bierkelder van de waard op de proef stellen, hè? Proost. Santé, madame, monsieur. Nou, zeg, dat is een biertje, hoor. En hoe smaakt die appelwijn van jou? Werkelijk heerlijk. Ze weten hier wel wat goed is, hè? Jongen, jongen, dat doet goed. Ik had zo'n droge keel gekregen. U zit daar zo in de volle zon, monsieur. Is dat niet erg warm? Hier onder de boom is het beter, in de schaduw. Ik houd niet van schaduw, monsieur. Schaduw en donker maken me nerveus. Oh ja? Ik kan niet tegen het donker. Het benauwt me. Duisternis is iets dat me wurgt. 'S Nachts slaap ik nooit zonder licht, nooit. Eens werd ik wakker midden in de nacht, toen was mijn olielampje uitgegaan. Ik kreeg het gevoel, monsieur, of ik stikte, of ik moest schreeuwen van benauwdheid. Ik heb ook geschreeuwd. Buren kwamen met de hulp en ze brachten licht. Toen was het over. Eigenaardig. Hebt u dat altijd gehad? Dat heb ik al 60 jaar. 60 jaar is het geleden dat ik... Dat komt door de grot. Door de grot? Ja. Daarna is het begonnen, die angst. Zou het... Bedoelt u misschien die grot daar ginds, even voor het dorp? Ja, madame, die grot. Hebt u hem gezien? We kwamen er langs en hebben er juist naar gekeken, ja. Bent u erin geweest? Nee, we hebben alleen maar voor de ingang gestaan. Mijn vrouw vond het nogal griezelig en... Nou ja, ik ben ook niet zo erg op die dingen. Die grot is verschrikkelijk, monsieur. 60 jaar geleden is het... 60 jaar geleden. Wat doet die vreemd? Zou er iets bijzonders zijn met die grot? Hij is opeens helemaal veranderd. Zie je hoe hij zit te staren? Ja? Wat zou dat kunnen zijn? Ik heb het gevoel dat er iets in zijn leven is geweest. Iets dat verband houdt met de grot die we hebben gezien. Misschien? Het moet wel iets bijzonders, iets ergs geweest zijn. Ja, de man is opeens zo afwezig... Hebt u misschien trek in een sigaar? Monsieur, rook u mee? Hier, steekt u eens op. Graag, monsieur, graag, dank u. En hier is een vuurtje. Zo. En wil jij een sigaret, Ali? Nee, dank je, Frank, op het ogenblik niet. Ik wou dat we hem aan het vertellen konden krijgen. Ik voel dat het interessant zou zijn. Ja. Mijn vrouw en ik vroegen ons daar straks af of die grot nogal groot zou zijn. U kent hem waarschijnlijk. Ik? Of ik die grot ken, vraagt u. Grote hemel, monsieur, als ik die grot niet zou kennen, wie dan wel? Ach, dat kunt u niet weten. Excuseer me, ik vergat dat u hier vreemdelingen bent. Ja. Drink u nog een glas met ons mee. Ik zal even de waard kloppen. Monsieur heeft geklopt. Ja, wilt u nog 3 maal hetzelfde brengen? 3 glazen van hetzelfde. Hey, monsieur en madame, heb ik te veel gezegd van mijn drankjes? Uw appelwijn is heerlijk. Wat heb ik u gezegd? En het bier, monsieur? Is voortreffelijk, inderdaad. Voilà, ik ben er trots op, monsieur. Ja. Ik weet nog als die iets goeds te serveren. Ik had het al ingeschonken. Ik dacht wel dat u het zou wensen. En is het de bedoeling dat onze vriend Rochard... Natuurlijk. Goed, monsieur, goed. Alsjeblieft, madame. Monsieur. Rochard, santé. Uw gezondheid, madame, monsieur.
U zult mijn gedrag misschien vreemd vinden. Ik spreek over dat van 60 jaar terug. Maar u bent vreemdelingen. Wanneer u wilt, zal ik het u vertellen. Omdat u niet weet wat ieder in het dorp hier weet. 60 jaar geleden gebeurde het. Ik ben nou 83. Toen was ik even in de 20. Maar laat ik nou eerst iets over die grot vertellen. U bent er niet in geweest, zei u. U hebt hem niet gezien dan alleen de ingang. Dat wat u in de rotswand zag is de ingang naar een net van gangen dat ver in de berg doorloopt. Meer dan 30 kilometer. 30 kilometer, monsieur, is de lengte van al die gangen bij elkaar. Het is een doolhof, monsieur. Een eindeloze, verschrikkelijke doolhof. Niemand die niet door jarenlange ervaring de ligging der gangen weet, zal zich erin wagen. Wie zonder gids of zonder ervaring naar binnen gaat, is verloren, monsieur. Toen ik jong was, ging in deze streek het verhaal dat ergens diep in het ingewand van de berg een schat was verborgen. Een schat? Ja. Werkelijk? Men zei het, madame. Van vaders op zons bleef het verhaal hardnekkig voortleven. Monniken van een oud klooster vele eeuwen geleden zouden er hun kerkschatten hebben verborgen en in veiligheid gebracht toen vijandelijke soldeniers het land binnenvielen. Geen mens wist met zekerheid of het waar was, maar iedereen geloofde het. U ook? Ik ook. En dat heeft te maken met de verschrikking die ik als jongeman heb beleefd en die ik u nu ga vertellen. Toen ik nog op school was, zat ik in dezelfde klas als Pierre van Dock. We waren vriendjes en trokken al die jaren met elkaar op. Van de ene klas naar de andere. En ook na de school waren we onafscheidelijke kameraden. Mijn ouders hadden het niet erg op Pierre begrepen. Zijn karakter beviel hun niet. En vaak waarschuwden ze mij omdat hij achterbakse streken had en soms bepaald sluw kon zijn. Maar ja, hoe is een kind? Als jochie was dat iets dat mij niet opviel. Hoe dan ook, we waren dus altijd samen en speelden met elkaar. Dikwijls haalden we samen kattenkwaad uit. En al had ik er toen geen erg in. Het is een feit dat ik dan meestal tegen de lamp liep en straf kreeg, terwijl Pierre op de een of andere manier in slaagde onopgemerkt de dans te ontspringen. In onze jonge jaren had ook op ons het bestaan van de grote indruk gemaakt, waarbij het geheimzinnige gevaar van de doolhofgangen en de legende van de verborgen schat evenveel spraken tot onze verbeelding. Eens was het zover dat we het gevaarlijke en onbezonnen plan opvatten tegen alle verbod en waarschuwingen in een onderzoekingstocht in de grot ten uitvoer te brengen. Nou wordt het donker, Jules. Kijk eens hoe ver we al van de ingang af zijn. We moeten hier de hoek om ook. Ja, zeg. Ik zie haast geen hand meer voor mogen. Kom op dan met de kaarsen. Hoeveel heb je er? Nou, een stuk of 8. Oh, dat is voor een hele poos genoeg. Wacht even, hier heb ik de lucifers. Hou jij die kaars vast. Je hand ervoor moet het toch nogal. Ja. Hier, hou hem recht. Nee, die is uit. Voorzichtig nou hoor. We moeten zuinig zijn met de lucifers, want zoveel heb ik er niet. Ja, hij brandt. Goed zo. Hou hem goed rechtop hoor. Dan kunnen we de hoek omgaan. Deze gang in. Veel licht heeft die kaars niet, vind je wel? Die vlam wappert zo. Ach joh, licht genoeg. Je ziet toch best waar je loopt. Kom mee nou. Toch griezelig. Alles klinkt hier zo raar. En het ruikt zo vochtig. Wat geeft dat? Zo is het altijd in een onderaardse gang. Raar, zo alleen hier in de berg. Juist lollig joh. Niemand weet er lekker van. Ze hebben ons niet naar binnen zien gaan. Wat zullen ze allemaal op hun neus kijken als we wat vinden? Ja, maar hoe kunnen we het vinden? Er hebben al zoveel mensen naar gezocht, zeggen ze. En niemand heeft ooit iets gevonden. Nou ja, je moet geluk hebben natuurlijk. En wie weet hebben wij een boffie? Dat kan toch best? Nou,
Laten we maar proberen. Dat was mijn eerste avontuur in de grot. Het was gauw afgelopen. We waren nog maar enkele honderden meters de eerste zijgang in of de kaars woei uit. Toen Pierre een lucifer wou aansteken, liet hij het doosje op de grond vallen. Het kwam terecht in een plas. Het is in die gang erg vochtig en het water druipt er van de wanden. En toen stonden we in het donker. We zaten verschrikkelijk in de rats. En alleen omdat we nog maar zo kort op weg waren, konden we de weg terugvinden door onze handen langs de wand te houden en zo weer de eerste gang te bereiken, waar we weer flauw het daglicht konden zien. Daar bent u dan nog goed van afgekomen? Toen wel, ja. Toen wel. Maar we hadden een goede schrik te pakken. Natuurlijk vertelde me niemand wat we hadden uitgehaald. En langzamerhand vergaten we de schrik van het avontuurtje. Er gingen een jaar of 10 voorbij. Pierre en ik gingen nog altijd met elkaar om. Ik werkte op een weverij, Pierre was bij zijn vader in de winkel. In die tijd leerde ik Lorette kennen. Lorette Dubarieux kwam op ons dorp met haar moeder, een weduwe. Ze woonde in bij een oom, een boer in goede doen. Ach, Lorette, ja. Ze was klein en donker en mooier dan ik ooit een meisje had gezien. Ik zou het u niet kunnen beschrijven hoe lief en hoe mooi Lorette was, madame. Voor mij was ze een wonder van het eerste ogenblik af dat ik haar ontmoette. En enkele maanden later... Ik kan het nog maar niet geloven. Lorette, zeg dat je van me houdt. Gekke jongen toch. Natuurlijk hou ik van je. Je weet het toch? Ben ik soms niet lief genoeg tegen je? Ja, Lorette, jawel. Jij bent zo'n schat. Maar het is allemaal nog als een droom. Als iets wat niet waar kan zijn. Het is toch heus zo, Jules? Ik moet me altijd afvragen, is het dan mogelijk dat jij juist van mij kunt houden? Het lijkt me dikwijls te mooi om waar te kunnen zijn. Als ik zo nu en dan 's nachts wakker lig, dan zie ik jou voor me. En ja... Er kan er opeens zo'n zwaar gevoel in me komen. Waarom, Jules? Ik dacht dat het prettig voor je moest zijn aan me te denken. Het is alleen maar doordat ik altijd bang ben jou weer te verliezen. Op een dag tot ontdekking te komen dat het maar een droom was. Maar, Jules... Kun je dat niet begrijpen, Lorette? Het komt alleen maar doordat ik soms het gevoel heb dat ik zoveel geluk niet verdien. Dat het niet waar kan zijn. Jij, Lorette, het mooiste en het liefste meisje... En ik? Je bent een vleier, Jules, en een domme zwartkijker tegelijk. Toe, geef me een zoen. Dan weet je hoeveel ik van je hou. Ja, monsieur, madame, dat was een mooie tijd. Heel wat jonge mannen staken het niet onder stoelen of banken dat ze me benijden. Want haar verschijning had van het begin af een grote indruk gemaakt. Maar... U had ze de hoofdprijs voor de neus weggekaapt. Ja, juist, madame. Zo was het. Mijn dorpsgenoten en kameraden legden er zich bij neer dat Lorette en ik elkaar gekozen hadden. We voelden ons onnoemelijk gelukkig. Alleen, er was één ding dat ons van mening deed verschillen. Dat was de vriendschap tussen Pierre Vardoc en mij. Ik begrijp het niet, Lorette. Wat heb je toch tegen Pierre? Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik zou niet kunnen zeggen wat het is, maar... Ik kan het gevoel nooit van me afzetten dat ik krijg wanneer ik hem zie. Het is niet mooi van me iemand te wantrouwen, maar... Nee, Jules, ik mag hem niet. Maar liefje, ik ga met Pierre om van de tijd dat we samen op de schoolbanken zaten. Het is toch altijd goed gegaan? Ja, dat is mogelijk, Jules. Jij bent zijn vriend al zo lang. Jij ziet zijn fouten niet. Maar wat is er dan in Pierre dat niet deugt volgens jou? Ach, het is zo moeilijk te zeggen voor me. Jij denkt misschien dat ik een vooroordeel heb tegen Vardoc. Maar ik weet dat ik me niet helemaal vergissen kan. Ach, misschien is het beter dat we er niet boven praten, Jules. Ik zou niet willen dat we hierover ongenoegen kregen. Nee, dat nooit, Lorette. Het is alleen maar... Ik vind het geen prettig idee dat je Pierre verkeerd bekijkt. Geloof je dat ik zoveel jaren goed was omgegaan met Pierre als hij niet deugde? Ik had dan toch zeker wel iets moeten merken. Ach, toe, laten we er niet meer over praten, jongen. Het is niet prettig met elkaar van mening te verschillen.
Is het misschien... Vind je het niet prettig dat ik met Pierre omga? Vind je dat ik die tijd van ons afneem? Je bedoelt dat ik een beetje jaloers ben? Oh, dwaze, lieve jongen. Natuurlijk is het dat niet. Daarvoor voel ik me veel te gelukkig met jou. Zou je liever zien dat ik niet meer met Pierre omging en hem links liet liggen? Zou je dat voor me over hebben, Jules? Ja, als je dat vroeg, ja. Je weet toch dat jij en jij alleen in de eerste plaats komt? Dat ik alles zou doen wat jij vroeg? Dat weet ik, liefste. En daarom vraag ik je dat niet. Ten slotte spreek ik alleen maar uit een gevoelsoverweging en niet omdat ik tastbare bewijzen heb. Nee, ik wil niet dat je je vriendschap met Pierre verbreekt. Maar ik kan er nu eenmaal niets aan doen dat ik hem anders zie dan jij. Als je Pierre door mijn ogen kon bekijken, dan zou je misschien anders beoordelen, Lorette. Het is heus geen kwaaie vent. Geef me een zoen, Jules. We praten daar niet verder meer over. Ik ben blij dat je het voor je vriend opneemt. Dat bewijst je goede hart en je goede vertrouwen. Toe, laten we maar heel gauw over andere dingen praten. Het lijkt haast of we ongenoegen hebben. En dat is dwaasheid. Daar is onze tijd veel te kostbaar voor. Daar bleef het bij. We spraken er niet veel meer over. Hoewel, ik bleef voelen dat Lorette's mening over Pierre van Dock onveranderd gebleven was. Als ze me had gevraagd Pierre te laten schieten, had ik het gedaan. Ja, u vindt misschien, monsieur, dat ik afdwaal. Maar dit alles had wel degelijk te maken met wat er later gebeurde. Maar nu kom ik tot de gebeurtenis zelf. Ruim een jaar was ik al verloofd met Lorette. Toen op een dag... Hallo, Pierre. Was je in de buurt? Jules, ik moet je dadelijk spreken. Laten we even naar je kamer gaan, daar zitten we rustig. Best. Zeg, wat doe je geheimzinnig? Is er iets bijzonders? Ja, iets heel bijzonders. Je maakt me nieuwsgierig, kerel. Nou, kom dan maar. Zo, hier zitten we rustig. Wat ik met je te bepraten heb, gaat niemand aan, Jules. Nou, steek me van wal. Ik luister. Wel, gisteravond was ik even bij Clochin. Je weet, die handelt in alles en nog wat. Hij heeft zijn huis altijd vol met allerlei dingen. Ik zocht naar een tweedehands drilboer en bij Clochin loop je altijd de meeste kans iets van je garing te vinden. Nou, terwijl Clochin tussen de boel en het rommelen was om te zien of hij me kon helpen, zag ik in een hoek een wrakke gebeeldhouwde kist staan, half vol met allerlei stoffige boeken en papieren. De helft had Clochin er blijkbaar al uitgehaald. Die lag op een hoop naast de kist. Ja, die oude scharrelaar sleept altijd de gekste dingen in zijn huis. Ja. Ik vroeg waar hij die kist met rommel op de kop getikt had en hij zei... Die heb ik gekocht op een veiling. Ik weet nog niet of er iets bij zit dat ik kan gebruiken. Nou, ik neusde zo'n beetje tussen die oude boeken. En Jules, het lijkt wel of het zo moest zijn. Ja, ga door. Toen ik in een dik oud boek met een half organe perkamenten band bladerde... viel mijn oog op een vergeeld papier. Er stond iets op. Een soort tekening die al bijna verbleekt was. Dat klinkt romantischer. En? Ik bekeek het papier en ik wou het al terugleggen en verder bladeren... toen ik opeens een soort ingeving kreeg. Luister, Jules. Ik geef je te raaien wat die tekening voorstelde. Tja, dat is zo gemakkelijk niet. Een tekening van de een of andere oude meester? Nee, als ik zeg tekening, dan bedoel ik niet een kunstwerk of voorstelling. Het was een plattegrond. Hier, kijk. Ik heb het ding bij me gestoken en meegenomen. Kreeg je hem van Clochin? Jules, als die oude Clochin maar een vaag vermoeden had gehad van wat er op dat papier staat, dan zou hij het me voor geen 1000 francs verkocht hebben. Nee, man. Toen ik er erg in had wat dat papier betekende, heb ik het meteen uit het boek genomen en weggemoffeld. En als je dadelijk de betekenis daarvan hebt begrepen, nou, dan zul je hem gelijk geven. Maar geen maar. Hier, Jules, kijk. Ja. Ja, dat is zeker een oud stukje papier. Die lijnen zijn bijna helemaal verbleekt. Het lijkt me met de hand getekend. Maar wat is het eigenlijk, een soort plattegrond? Ja, lees wat hier in deze hoek staat. Daar? Huh? Nou, dat is lastig te zien. Ik geloof Latijn niet. Jawel, maar kijk wat eronder staat. Dat is de vertaling. Het zijn heel ouderwetse letters, maar als je goed kijkt... Hou me eens weer in het licht. Hm? Ja, nou kan ik iets ervan ontcijferen.
Hé? Zie je het? Maar dat is een plattegrond van de berg met de gang. Ja, dat is wat ik gisteravond ook ontdekte. Maar kijk nou hier. Zie je dat ook? Dat? Hè? Dat is een kruis in een cirkeltje. En lees wat hier aan de onderkant staat. Daar staat hetzelfde teken met iets erachter geschreven. Huh? Wat? Maar Pierre! De kloosterschat, Jules! Verdraaid. Je hebt gelijk. We staarden elkaar aan boven het uitgevouwen vergeelde papier. Ik was even sprakeloos toen het tot me doordrong wat Pierre met die vondst had ontdekt. Daar voor ons lag een document dat opeens weer de geheimzinnige oude legende van de berg opriep. Zou het dan toch waar zijn van die verborgen schat? Pierre keek me aan en ik zag dat hij bleek was van opwinding. En ik zelf moet er wel even opgewonden hebben uitgezien als hij. Dat kan ik me voorstellen. Wat interessant. Om het kort te maken, monsieur, madame. We veronderstelden dat het bewuste papier met de plattegrond van de grot, waarschijnlijk de enige die er ooit van is gemaakt, ergens in een oud archief was zoekgeraakt en afkomstig kon zijn van een der toenmalige kloosterlingen. Met verhitte hoofden zaten we over het merkwaardige document gebogen. En Pierre legde me uit wat hij in de afgelopen slapeloze nacht had uitgedacht. Het blijft tussen jou en mij, Jules. Wij samen gaan onderzoeken of die boel nog in de oude toestand is en of niemand ons is voor geweest. Maar we zwijgen erover. Beloof je dat? Ja, maar Pierre, je weet wat er in der tijd is gebeurd toen we als jochies de grotten gingen voor een speurtocht. Het is razend gevaarlijk. Dat was qua jongenswerk, Jules. Vergeet niet dat we nou degelijker te werk kunnen gaan. We hebben de plattegrond. Luister, we gaan morgen nacht de grot in. Ik heb alles goed en degelijk overdacht. We nemen betere verlichting mee dan die malle kaarsjes van destijds. Ik kan zorgen voor een goede stormlantaarn. En we nemen ook een extra bus olie mee. En voldoende lucifers natuurlijk. Voor alle gevallen ook wat drank en iets te eten. Want ik reken erop dat we zeker minstens de hele nacht onderweg zijn. Volgens dit kruisje op de kaart ligt de plaats minstens op 3/4 van de diepte van de berg. Nou, ik vind het een gewaagde onderneming, kerel. Stel je voor dat er iets verkeerd gaat. Er kan niet verkeerd gaan. Dat is uitgesloten. Als we de kaart en al het andere bij de hand hebben, dan kan ons toch niets overkomen. Verdorie, kerel, zie je niet in wat er van afhangt als we het wagen. Denk eens aan Lorette. Jullie zullen toch zo gauw mogelijk willen trouwen, niet? En Jules, als we geluk mochten hebben. Geldzucht is een machtige hartstocht, monsieur. Die kan in een mens veel aan het roeren brengen. Ik wil niet zeggen dat ik aan geld hing, maar ja, die opmerking van Jules maakte iets in me wakker dat me deed beven. Te kunnen trouwen met Lorette. Ten slotte, ik was een jonge wever en in die tijd hadden de wevers het om de drommel niet breed. Om te trouwen was er geld nodig en, nou ja, ik hoef hierover niet ver uit te wijden. U voelt wel, monsieur, Jules won het pleit. Die avond, bij elkaar zittend op mijn kamertje, bespraken we het plan. En toen de volgende dag om was en de torenklok het uur van 12 al had geslagen, toen, monsieur, toen. Ik ben bang dat u te veel aangrijpt, meneer Rochard. Eigenlijk mogen we niet van u verder gaan. Nee, dat monsieur, nee. Ik heb beloofd dat ik het u zou vertellen en ik zal het ook doen. Ik zal u vertellen wat in die nacht gebeurde. Alles in orde, Jules. Er is niemand in de buurt. We kunnen de lantaarn wel aansteken. Blijf maar even staan. Ik heb hier alles. Zo, die brandt. Kijk, dit ding zal ons vast niet in de steek laten. Het kan zelfs in de wind branden. Licht geeft hij voldoende, zie je wel. Denk je dat we genoeg olie hebben? Oh, plenty. In dat blik zit genoeg om hem voor dagen bij te vullen. Nou, ik hoop dat we zo lang niet nodig hebben. Je dacht toch ook dat we voor de ochtend terug konden zijn? Natuurlijk. Ik bedoel maar dat we voor gebrek aan licht niet bang hoeven te zijn. Nou, ik hou de lantaarn. Kijk goed uit dat je niet struikelt. Er ligt veel steengruis in de gangen en hier en daar is het flink modderig en glad. Kom, we gaan.
Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar... Gek, het is nou al zoveel jaren geleden. Toch denk ik er nog aan hoe wij als jongens hier toen ook liepen. Och ja, toen. Wat een onervaren onderzoekers waren we toen, hè? Ik voel nog de schrik van het ogenblik toen jij die lucifers in het water liet vallen. En in dat ellendige donker stond. Stom was dat, ja. Maar dan maak je je nou toch niet zenuwachtig meer om, wel. Dat kan ons nou niet overkomen. Die stormlamp is iets anders dan die kaarsen die we toen gebruikten. We kunnen ons toch niet vergissen, wel? Vergeet in hemelsnaam niet de kaart bij te houden, anders wordt het een ramp. Wel, nee. Ik zet elke keer een kruisje op de kaart als we een zijgang ingaan. Dan weten we straks zonder fouten de weg terug. Ik vind het toch luguber. Die naargeestige grijze gangen hier. Die stilte. Ik geloof niet dat ik ooit mijnwerker zou willen worden. Och, dat is maar hoe je het gewend bent. Hoeveel mensen werken niet onder de grond? Denk wel dat ze op het laatst niet beter weten. Nou, mij benauwt het eerlijk gezegd. Ik zal blij zijn als we weer zo gauw mogelijk terug zijn in de buitenlucht. Pas op, Pierre. Het hangt een stuk steen. Stoot je niet. Serge, je hebt toch met niemand gesproken over wat we gingen doen? Nou, nee, kerel. Natuurlijk niet. Dat hadden we toch afgesproken? Ook niet met Lorette? Nee, ze weet van niks. Dat is maar beter ook. Hoe bedoel je? Lorette zou toch wel zwijgen als ik het er voel? Nou ja, maar zie je, het is natuurlijk best mogelijk dat onze tocht tenslotte op niets uitloopt, hè? Ik bedoel maar, het zou niet zo leuk zijn als we met lege handen terugkwamen en we werden uitgelachen, wel? Oh, nee, dat is zo. In ieder geval, ik heb mijn mond stijf dichtgehouden. Je bent er zeker van dat niemand je heeft horen of zien weggaan? Nee, beslist niet. Ik ben heel voorzichtig de achterdeur uitgegaan. Ja, even had ik moeite met de hond. Die sprong tegen me op en wou mee. Ja, dat was even een penibel ogenblik. Maar ik heb hem stilgekregen. Nou, en op weg naar jou toe ben ik geen sterveling tegengekomen. Mooi. Ik heb ook niemand gezien. Zoveel te beter. Zie je wel dat die lantaarn best licht geeft? Ja. Zeg, Pierre, we komen hier aan een tweesprong. Let op. Ik zie het, ja. Dan moeten we even de kaart erbij hebben. Hier, hou jij die kant van de kaart even vast, dan zal ik de lamp erbij houden. Even kijken. Ja, hier staan we op het ogenblik. We moeten rechts. Juist, kijk maar, die stippenlijn. Dus daarheen? Ja, wacht. Nu heb ik mijn potlood. Dus hier zetten we een kruisje. Zo. Op die manier weten we al precies waar we zijn. Nou, vouw de kaart maar weer op. Verlies hem niet. Nou, ik kijk wel uit. Nou, kom op dan maar weer. Zo liepen we door de stille grauwe gangen, waaraan geen eind scheen te komen. Het lichtschijnsel van de lantaarn viel spookachtig op de grijze wanden waarop de vochtdruppels en kristallen schitterden. Het reikte zo ver dat we steeds een tiental meters voor ons uit konden zien. Onze schaduwen bewogen tegen de wanden en voor ons uit was altijd het diepe donker dat terugweek terwijl wij verder liepen. Als we niet spraken, Pierre en ik, was alleen het holle naargeestige geluid van onze voetstappen dat tegen de steenwanden kaatste. Wat moet dat griezelig geweest zijn? Ja, dat was het, madame. En het werd steeds drukkender naarmate we verder liepen. Ik wil eerlijk bekennen dat ik me ieder ogenblik onbehagelijker begon te voelen. Ik probeerde er niet aan te denken dat we misschien verkeerd konden lopen door een kleine fout, een misrekening. Ik probeerde me te beheersen en liep naast Pierre verder gang in, gang uit. Met angstige nauwkeurigheid noteerden we elke koersverandering bij een zijgang of tweesprong. Ja, ons leven hing er vanaf. Zo gingen we steeds verder met de wiegelende lichtcirkel van de stormlantaarn om ons heen. Vaak pratend, dan weer zwijgend met alleen het geluid van onze stappen. Laat
Laten we even stoppen, Pierre. Wat is er, Jules? Ik weet het niet. Ik heb het benauwd. Het water loopt van mijn voorhoofd. Zullen we even rusten? Ja, ja, is goed. Als ik even kan zitten, dan zal het wel overgaan. Hier, ga op dat blok zitten. Tja, we hebben al, laat eens kijken, 1 uur en 10 minuten gelopen. Ja, het is ver. Ja, jammer, dat is het niet. Tegen lopen kan ik best. Nee, het is iets anders. Ja, je vindt het misschien raar, maar ik voel me zenuwachtig. Mijn handen beven. Die ellendige, eindeloze gangen doen het hem. Dat drukkende donker. Die stilte om ons heen. Ja, leuk is niet hier, dat geef ik toe. Ik wandel ook liever in het zonnetje. Maar dat moeten we ervoor over hebben, Jules. Kiezen op elkaar. Het grootste deel hebben we al achter de rug. Nou, het zal wel overgaan. Even rustig zitten en dan zakt het wel. Gek. Dat idee opgesloten te zijn. Je zo kan drukken en nerveus maken. Jij lacht er misschien om, maar eigenlijk wou ik dat we hier nooit aan begonnen waren. Onzin. Je bent een beetje moe en zenuwachtig. Dat gaat wel weer over. Kijk eens. Hier heb ik een goed middeltje. Toch maar goed dat ik daar aan gedacht heb om erbij me te steken. Wat is dat? Cognac. Goed tegen de kilte, tegen de zenuwen. Hier, drink maar gauw op. Merci. Knapt ook niet. Ik voel ook weer wel een slokje. Zo. Nou kunnen we er wel weer tegen. Nog één? Nee, zo is genoeg. Ik voel me alweer wat bijkomen. Ik pak er nog één. Lekker spul. Jij nog niet eentje? Nee, dank je. Ja, die neem ik dan nog maar. Er is genoeg. Zie je zo. De rest straks. Als we de poet gevonden hebben. Nou, zullen we maar weer verder gaan? Ik voel me wel weer fit. Mooi zo. Ik dacht wel dat spul je goed zou doen. Nou, vooruit dan maar weer. Verder liepen we weer. Ik verzette me tegen dat verlammende en benauwende gevoel dat me bijbleef, ondanks de cognac. Het leek wel of de naargeestigheid van de omgeving steeds sterker op me ging werken. Of was het een voorgevoel? Terwijl we voortliepen, merkte ik dat Pierre meer dan eens tersluiks het flesje cognac aan zijn mond zette en er een slok uit nam. Wat doe je, Pierre? Laat het liever. Doe die fles weg. Waarom? Ik heb dorst. Wees niet bezorgd dat jij daarnaast grijpt. Ik heb genoeg bij me, hoor. Ja, daar niet voor. Maar je kunt het beter niet doen. We moeten onze gedachten fris houden. Daar hangt er veel van af. Maak je niet bezorgd, Jules. Ik kan er wel tegen. Ik hou mijn kop er wel bij. Best, maar ik wou toch liever dat je het niet deed. Denk er nou toch aan. Als we 1 enkele vergissing maken, dan kan het verschrikkelijk zijn. Ach, schei uit, kerel. We maken geen fouten. Ik weet heus wel wat ik doe. Ja, enfin. Ik zal het wel opbergen, als je het liever hebt. Roest. Wat doe je nou? Dat lamme ding glipt uit mijn vingers. Gloeiend zonde van dat spul. Nou moeten we het zonder doen. Eerlijk gezegd vond ik het eigenlijk een opluchting dat dit gebeurde. Het snelle drinken van Pierre maakte me ongerust. In deze omstandigheden konden we niet riskeren dat een moment van minder nauwkeurig denken ons in de fataalste moeilijkheden bracht. Nou was tenminste die fles met drank in scherven gevallen, gelukkig. De tocht ging voort. Nu en dan praten we nog, maar tenslotte werden we steeds zwijgzamer. De opkomende vermoeidheid kon daar wel een deel aan hebben. Toen ik Pierre vroeg hoe lang we al op weg waren, keek hij op zijn horloge en zei dat we ruim 2 uur gelopen hadden. Ja, zo eindeloos is dat gangenstelsel daarbinnen. En nog waren we volgens de kaart een flink eind van de bewuste plek verwijderd. Maar we gingen door.
Op het laatst verzette ik mijn voeten bijna automatisch. Had meer het gevoel dat de wanden langs me heen schoven dan dat ik liep. Toen viel het me op dat ik al een paar maal iets tegen Pierre had gezegd zonder dat hij me antwoord gaf of hoogstens afwezig iets mompelde. Zeg, Pierre, waarom ben je zo stil? Ik heb al een paar maal iets tegen je gezegd, maar je geeft geen antwoord. Huh? Pierre, wat is er? Waarom blijf je hier staan? Wat kijk je me aan? Omdat we hier ver genoeg zijn. Ver genoeg? Dus je denkt dat hier... Laat de kaart dan eens zien. Ik dacht dat we... Ik zeg dat we hier ver genoeg zijn. Maar... Blijf staan daar en luister. Jules Rochard... Ik heb jou iets te zeggen. We zijn ver genoeg hier. 2 uur de berg in. Op een plaats waar geen sterveling al een jaar meer kwam. En dit is de plaats waar jij blijft. Jij, mijn beste Jules. De verloofde van Lorette. Wat bezielt je, Pierre? Blijf staan, zeg ik je. Kom niet dichterbij. Of... Pierre! Doe dat mes weg. Ben je gek geworden? Pierre! Nee, dat mes doe ik niet weg. Blijf staan daar. Ik wil dat je naar me luistert. Een jaar lang ben ik stapel, hoor je, op Lorette. Al zo vaak heb ik geprobeerd haar te zeggen dat ik van haar hou. Jij, stil zeg ik je. Je moet alles horen wat ik je te zeggen heb. Ik probeerde met Lorette te praten, om haar duidelijk te maken dat ik van haar hield. Ik wachtte erop waar ik maar dacht dat ze langs zou komen. Een paar maal heb ik haar ontmoet, praatte ik met haar. Maar zij... Ze wou niets van me weten. Ze ontliep me. Want jij was er, hè? Jij, mijn beste Jules. Jij was met haar gaan strijken. Ik maakte geen kans. Mij bekeek ze als een schurftige hond. Hou op, Pierre. Je bent dronken. Of je bent gek. Hou op en doe dat mes weg. Nee, ik heb je nou waar ik je wou hebben. En wij maken de zaak uit met elkaar. Heb ik dat niet mooi bedacht, Jules? Je liep er prachtig in met dat mooie plannetje van me. Nou staan we op een mooie plek. Uren ver van de wereld. Niemand komt hier in geen jaren. En hier zullen wij samen afrekenen, Jules Rochard. Je bent werkelijk gek. Wat wil je eigenlijk? Wat ik wil? Je vraagt wat ik wil? Lorette, versta je? Lorette wil ik. En jij staat mij in de weg. Daarom lokte ik jou mee, stommeling. Hier zal niemand jou vinden. Niemand heeft ons hierheen zien gaan samen. En niemand zal je hier zoeken. Begrijp je het nou, Jules? En als jij er niet meer bent, Jules, als jij er niet meer bent, is Lorette weer vrij. Begrijp je het? Ik neem niet jij, maar ik. Jij bent te veel en jij blijft hier. Pierre, weg met dat mes. Kom toch tot jezelf. Hier dan. Weg of ik... Ah. Daar. Pierre. Oh. Daar. Hij is kapot. Goed, de lantaarn was uit Pierre's hand gevallen. In stukken. De olie liep eruit in een plas en vloog in brand. En bij het licht van die vlammen keek ik ontzet neer op Pierre, die zonder beweging op de grond lag met zijn hoofd tegen de ruwe steenwand. Wat had ik moeten doen? In zijn ogen las ik de waanzin toen hij met het mes op me afsprong. Het enige wat ik kon doen was me verdedigen. En van me afslaan. Zeg me, monsieur, had ik iets anders kunnen doen? Nee, als die gek was en u aanviel... Hij was gek, ik zag het in zijn ogen en hij stak naar me. Maar toen drong iets anders tot me door, iets ontzettends. Mijn oog viel op de walmende vlammen van de plasolie. En ik besefte dat de lantaarn kapot gevallen was. Dat het aan soms donker zou zijn om me heen. En ik had niets anders meer dan een doosje lucifers... Lucifers om de terugweg van vele kilometers te vinden uit deze eindeloze doolhof. Ik stond daar verstijfd, staarde in de al minderende vlammen zonder me te kunnen verroeren. Toen flakkerde een laatste vlammetje op en doofde. Ik stond in een gruwelijk inktzwarte duisternis. Pierre, hoor je me? Het licht. Het licht is uit. Pierre, we moeten terug.
is de kaart. De kaart. De kaart. Oh, het is donker. 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 Oh. Ik kan de kaart niet zien. Ik weet de weg niet terug. Pierre. Pierre. Luister dan toch. Zeg iets, Pierre. We moeten weg. 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 Oh. Verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk, madame. Ik liep, strompelde, stootte me tegen de steenpunten, wondde mijn handen tot bloed ons tegen de ruwe wanden die ik betastte om te trachten een uitweg te vinden. Ik schreeuwde mijn keel rauw, ik huilde als een kind. Ik voelde mijn hersenen bekruipen door de naderende waanzin. En steeds maar dat donker, dat krankzinnige, zwarte, wurgende donker om me heen. Donker. Hoe lang duurde dat? Uren, jaren, de eeuwigheid? Ik wist het niet meer. Op het laatst kon ik nog maar met moeite over de ruwe steenbodem kruipen, totdat ik eindelijk uitgeput bewusteloos bleef liggen. Ik kwam weer bij. Hoe lang ik gelegen had, weet ik niet. Eerst wist ik niet waar ik was. Toen drong de werkelijkheid weer tot me door. Ik probeerde op te staan, verder te lopen. Het werd al gauw weer strompelen, kruipen. En toen... Help. Moeder. Lorette. Help. Oh. Lorette. Ik kan niet meer. Help. Pas op, licht hij, mannen. Hier is iemand. Dood, kom tegen hem op. Rochaar, het is hier, Rochaar. Leeft hij, leeft hij. Hij is zo goed als bewusteloos. Water. Jules, hier zijn we, lieveling. Je bent gered. Kun je me verstaan, Jules? Lorette. Licht. Ja, liefste, we hebben licht. We hebben je gevonden. Wie kan hem iets te drinken geven? Hier is wijn. Ik heb een flesje meegenomen. Geef jij het maar, Lorette. Nee. Voorzichtig, hij is gewond. Arme lieveling. Hier, drink maar gauw wat. Zo. Ja, ik steun je wel. Voorzichtig maar. Help. Weg hier. Zo donker. Ja, Jules. De mannen zullen je dragen. We gaan terug met jou. Lorette. Oh, Jules. Zo werd ik gevonden en gered. Er waren twee gidsen bij de mannen die de berg sinds jaar en dag kenden. Ze konden de weg terug zonder mankeren vinden en leidden de anderen die mij droegen. Hoe was men op de gedachte gekomen u in de grot te zoeken? Er was niemand die daar ook maar een moment aan gedacht had. Ik werd al 2 dagen vermist. Men zocht in het water en in de bossen naar me, maar niemand dacht aan de grot. Totdat Lorette op de gedachte kwam onze hond, Donard, te laten zoeken. Ah, dus het was uw hond die... Ja, monsieur. Aan dat dier dankte ik mijn redding. Toen men hem lucht had gegeven, ging hij recht op de berg af en naar de ingang van de grot. Toen begon men de waarheid te vermoeden. Hoewel Donard als een wilde tekeer ging en met alle geweld de grot in wilde, hield men hem vast. Eerst werden alle maatregelen genomen. 2 gidsen sloten zich bij de reddingsploeg aan. En ook Lorette was niet tegen te houden. Ze ging mee. En zo ontsnapte ik aan een verschrikkelijke dood. Wat
Wat moet u geleden hebben? Ik kan me voorstellen dat u die ogenblikken nog dikwijls moet doorleven. Vreselijk. Madame, u ziet hoe wit mijn haren zijn. U denkt misschien geen wonder, ik ben tenslotte 83. Maar destijds was ik 22. En madame, toen de mannen me die dag uit de grot droegen, toen was mijn haar zo wit als het nu is. Ah. Kunt u zich nu indenken, madame, monsieur, dat ik donker haat. Dat ik mijn gedachten weer 60 jaar terug voel getrokken als iemand spreekt over de grot. Ja, ik hoop, meneer Rochard, dat u ons niet kwalijk neemt. Nee, monsieur, nee, u kon het niet weten. Kom, ik moet gaan. De zon begint te dalen. Straks wordt het donker. Excuseer me, monsieur, madame, ik moet nu gaan. Dank u, monsieur, en het allerbeste met u. Ja, het beste, meneer Rochard. Bonsoir, madame, monsieur, bonsoir. Oh, Frank, wat vreselijk, niet? Wat moet die man geleden hebben? Ontzettend, ja. Je werd er gewoon koud van als je het hem hoorde vertellen. Kom, kindje, zullen wij ook maar eens gaan? Ja. Ik zal de waard even kloppen en afrekenen. Oh, daar komt hij juist dan. Mogen we even afrekenen? Zeker, monsieur, zeker. Gaat u vertrekken? Ja. Nou, ik hoop dat mijn bier en mijn appelsieder u gesmaakt heeft. Oh, ja, zeker. Het was prima. Ziet u die man vaak, meneer? Wie, madame? Oh, u bedoelt Rochard? Ja, ja, die is nog alles op de weg. Kras kereltje, hè? En dan te denken wat die arme kerel heeft doorgemaakt. Wat? Doorgemaakt? Oh, ja, ja, ik begrijp het al. Heeft u zeker dat verhaal gedaan van de grot? Ja, inderdaad, maar dat lijkt me nou niet iets om over te lachen. Oh, monsieur, knoopt u dit in de oren en onthoudt het. Ons dorp is bekend om 3 dingen. Zo'n kostelijk kloosterbier, zo'n oude raadhuis en zo'n leugenaars. Ja. En een van die laatste soort, dat is de slimme oude Rochard. De meest fantastische is dat, hoor. Ja, ja, als die oude vossen beroemde verhaal van de grot op dit, nou, dan loopt het je koud over de rug. Dus u wilt beweren dat het... Dat die oude deugd niet weer zijn gewone portie haar biertjes en goede sigaren in de wacht heeft gesleept met zijn aandoenlijk verhaal. Ja, ja, monsieur. Ik kan het me niet indenken. Zoals hij het vertelde. Nee. Nou, u hoeft me niet te geloven, madame. Maar gaat u, als u hier wegrijdt, nog even langs de grot? Loopt u er even in? Gewaar is er niet bij, het ding is nauwelijks 30 meter diep. Een holletje in de berg meer niet. Daar kan zelfs geen blinde kat in verdwalen. Goeie reis, madame. Monsieur. Die Rochard. Die Rochard. U hebt geluisterd naar De Grot, een hoorspel van Henk Bakker. De rolverdeling was als volgt. Jules Rochard, een oude dorpsinwoner, Pieternel senior. Frank, een toerist, Paul van der Lek. Ellie, zijn vrouw, Miep van den Berg. Een herbergier, Charles Meugle. Jules Rochard als jongeman, Johan Wolder. Lorette, zijn verloofde, Fee Ciarone. En Pierre Vindac, Harry Bronk. De regie had Dick van Putten.